Een hele goede middag. Mijn naam is Eduard van Nieperen. Ik ben makelaar bij Ellen Mauta Makelaardij en welkom bij deze live streaming bezichtiging, oftewel een virtueel open huis. Ik ben vandaag in Muidenberg en ik sta in een tuin van de Dorpsstraat nummer 9. En dat is een vrijstaand huis midden in de dorpskern van Muidenberg. En ik zou je graag deze gelegenheid willen nemen om wat meer van dit huis te laten zien. We zijn deze week gestart met de verkoop van het huis. Vanaf volgende week kunnen we afspraken inplannen om het huis te laten zien. Maar door middel van deze livestreaming op Facebook wil ik graag, zoals gezegd, wat meer van het huis laten zien. En daarvoor ga ik beginnen in de tuin en dus de camera omdraaien. En prachtig, het zonnetje gaat ook meteen meewerken. Ik stond net in de schaduw, maar hij werkt vandaag mee. Het huis, Dorpsstraat nummer 9. Wat ik al zei, die ligt midden in het centrum van het dorp Muidenberg. En vanaf deze locatie loop je binnen een paar minuten naar het welbekende strand van Muidenberg, gelegen aan het IJmeer. Heel erg bekend bij surfers en kitesurfers, maar je kunt daar ook gewoon heerlijk op het terras zitten bij de zeemeeuw. Ik loop heel even naar de straat om even de locatie te laten zien, hè, want midden in het dorp wil ook zeggen dat je alle voorzieningen dichtbij hebt. Aan de overkant zie je een bakkerij en als ik wat verder de straat in kijk, dan zien we daar ook de supermarkt. Dus dat is echt op steenworp afstand. En het strand waar ik het net al over had, je gaat de straat uit, je gaat meteen linksaf en binnen 5 minuten sta je op het strandje. Nou, mooie bebouwing, oude bouw is dit gedeelte. Oude dorpskern, het woord zegt het al, hier zien we wat nieuwbouw. En de andere kant op in de straat staat even een container, want bij de buren zijn ze druk aan het verbouwen. Maar als ik hier de straat uitkijk, dan zien we daar de oude Brink. Een hele mooie groene omgeving, waar de eerste september van, of de eerste het weekend van september, daar wordt een feest gehouden. Swing op de Brink, waar het hele dorp eigenlijk wel dan wel gaat kijken. Nou, en hier zien we het huis. Een vrijstaand huis, ik had het al even in de tekst gezet. Gebouwd in 1930 en is door de huidige eigenaren helemaal gemoderniseerd en voldoet aan de hele of aan de huidige eisen van deze tijd. Je zou eventueel je auto naast het huis kunnen zetten. Dat doen de huidige eigenaren niet. Er is voldoende plek in de straat. Dan wel de directe omgeving. Maar mocht je die wens hebben, het kan. Op dit moment is dat gedeelte in gebruik als tuin. Nou, mooie jaren 30 details. Hierboven zien we bijvoorbeeld wat glas en lood boven de erker. En de voordeur. Ik loop er even naartoe. Die wordt eigenlijk zelden gebruikt. Waarom? Nou, dat ga ik je laten zien. En dan ga ik weer terug naar de tuin. Mooi aangelegde tuin. Zonnig. Nou is de zon net weg, helaas. Maar je ziet hier links, zie je een rode deur. Dat wordt eigenlijk meestal als toegangsdeur gebruikt. Of, en dat ga ik je straks laten zien, de achterdeur. Want bij de achterdeur kom je direct in een bijkeuken. En als je hier bijvoorbeeld met jonge kinderen zou wonen, of een hond hebt, dan is dat een ideale plek als het slecht weer is om binnen te komen, schoenen uit, hond afdrogen. Heel prettig om dan die toegang te nemen. Nou, zoals je ziet, de tuin is mooi aangelegd.
met privacy vanwege de schutting en de heg. En de zon die schijnt weer. Dat is mooi meegenomen. Achterin. Mooi hoekje gecreëerd voor een lounge set. Heel leuk plekje. Onder de bomen. Nu in de zon en straks met de boompjes heb je natuurlijke schaduw van deze bomen. En de achterkant is vanuit de keuken, de eethoek, te benaderen via deze twee openslaande deuren. Ik heb er eentje opengezet, maar het mag duidelijk zijn dat beide deuren opengemaakt kunnen worden. Je ziet ook meteen dat dat een stukje uitbouw is. En dat heeft geresulteerd in een hele mooie woonoppervlakte op de begane grond van een woonkamer van meer dan 14 meter diep. Nou, om dan even nog de ronde buiten af te maken. Hier zie je dus links in de hoek de bijkeuken, ga ik straks van binnenkant laten zien. En de deur die we hier tegenover mij zien, dat is de toegangsdeur van de grote schuur. Uiteraard zijn de platte gronden van deze woning gemaakt. Ben je benieuwd naar de formaat van de schuur bijvoorbeeld? Kijk dan even op de site. Ik heb de site ook in de tekst erbij gezet. Muidenbergdorpstraat9.nl. Nou, hier een mooi overzicht van een gedeelte van de tuin. Nou, aangezien de openstaande deuren openstaan, ga ik hier naar binnen. En wat ik net al zei, hier achterin in de uitbouw is een hele fijne ruimte. Een lichte ruimte waar je heerlijk aan tafel de krant kunt lezen, kopje koffie drinken of uiteraard uitgebreid dineren. En licht, waarom? Omdat ze hier bij de uitbouw een hele grote lichtstraat hebben geplaatst. En ik heb voor de sfeer lampjes aangezet, maar eigenlijk helemaal niet nodig. Mooie bovenraampjes ook nog. Heel veel licht. Hier op de vloer, dit gedeelte, samen met de keuken, ligt plafuizen, liggen tegels. Anthracietgrijs met vloerverwarming. En hier heb je overzicht van de keuken. Die ligt centraal gesitueerd op de begane grond. Daarachter de zithoek en daarachter een tweede zithoek. Ga ik straks allemaal laten zien. Eerst zag je hier nog een deur. Daar is die. Dat is de bijkeuken. Ik vertelde net al in de tuin dat er een bijkeuken is. En als je dus inderdaad bijvoorbeeld een hond hebt en je bent gaan wandelen in de regen, dan vind je het prettig om even de hond af te drogen. En dan kom je dus inderdaad eerst hier binnen. Net zo goed met jonge kinderen. Achterdeur, laarzen of schoenen uit. Hier hebben ze ook een kapstok in het hoekje. Dus je kunt je wel voorstellen dat eigenlijk deze kant het meest gebruikt wordt als toegang in plaats van de voordeur. Voordeur is meestal voor hoog bezoek, om het maar even zo te zeggen. Nou, hier wasmachine, droger en extra bergruimte. Ideaal, tenminste, vind ik. Zo, nou dan gaan we weer terug naar het gedeelte waar ik binnen ben gekomen. Dan zie je dus ook hier de toegang naar de tuin met de openslaande deuren waarvan ik de rechter open heb gezet. En de keuken die heeft dus twee, ja, noem het maar, schiereilanden. Hier zie je trouwens nog alvast de eerste inbouwapparatuur. Lades daaronder.
prachtig aanrechtblad en groot, veel bergruimte. Terrazzo aanrecht. En daarachter zie je dus het tweede gedeelte. Het gedeelte op de voorgrond, daar zie je dus ook de kookplaat met een geïntegreerde afzuiging. Er is ook gedacht aan elektrapunten achter het snijblok of het blok met de messen. En het tweede gedeelte, ook nog veel aanrecht met de grootsteen kraan. Uiteraard met kokend waterkraan. En ook hier weer kastjes, vaatwasser ingebouwd. En als je dus visite hebt en die zitten in de zitkamer of lekker aan de grote tafel hierachter. Nou, en je bent wat aan het klaarmaken, dan heb je gewoon het contact met elkaar. De deur hierachter, of de deur en daarachter, daar hebben we een halletje. Een hele leuke vloer. En daar hebben we links toegang tot de kelder. Kelder van ongeveer 7 vierkante meter, stahoog. Echt een goede ruimte, alleen nu met het filmen wat lastig te laten zien. En rechts een volledig gemoderniseerd, ik kom er lekker uit, toilet. Hangend toilet uiteraard, met de vloer doorlopend. Klein wastafeltje en natuurlijk een raampje. En overal nog de oude deuren met het mooie beslag. Alle deuren hebben datzelfde beslag gekregen. Nou, overal dimmers. In de keuken, het keukengedeelte, daar zitten spotjes in het plafond. Dus ook het aanrechtgedeelte wordt 's avonds goed verlicht. Het plafond is natuurlijk strak gestuukt met het jaren 30 randje erlangs. En wat het hier zo ontzettend licht maakt, is natuurlijk niet alleen die lichtstraal die ik net liet zien, maar ook het vele glas aan de zijkant. En prachtig glas in lood. Super mooi dat dat is gebleven. En dat zie je dus niet alleen in dit raam of dit gedeelte, maar als je nu in de verte naar de erker kijkt, dan zie je het ook nog een keertje. Het glas en lood heeft voorzetramen gebruikt. De andere ramen zijn allemaal vervangen met dubbel glas. Nou, dan het zitgedeelte. Het zitgedeelte heeft een andere vloer als de keuken en het eetgedeelte. Hier ligt een eikenvloer. Mooie eikenvloerdelen. En je kunt hier een prachtige zit rondom de open haard maken. Echte houthaard. Heel gezellig. En dan zie je daar weer een paneeldeur met het glas en lood naar de hal. Dan ga ik je straks even wat laten zien. En de woonkamer, die is een stukje opgesplitst, om het maar even zo te zeggen. Je ziet hier het kastje met verlichting. En daardoor hebben ze in de erker een tweede hoek gecreëerd. Televisiehoekje. Aan de voorkant van het huis, in de erker, ook weer heel licht. En hier kijk je leuk uit op de straat met de bomen. En hier zit je hartstikke leuk. En dat is dus eigenlijk een verscholen hoekje. Als je kinderen hebt en je hebt bijvoorbeeld visite. En die kinderen die zet je even voor de televisie. En dan zitten zij hier een beetje achter het muurtje verscholen. En dan zit jij met je vrienden helemaal achterin. Voelen ze zich ook niet zo bekeken. Maar dan kijk je daarheen.
Dit is meer dan 14 meter diep. Echt mooie vierkante meters hier. En hier dus weer al die ramen die het zo mooi licht maken. Alle wanden gestuukt, plafond natuurlijk gestuukt. Eiken vloer had ik al gezegd. En overigens de buitenwanden, de vloer en het dak, die zijn geïsoleerd. Hier zie je de hoofdentree, om het maar even zo te zeggen. De voordeur, waar ik net, wat ik je net liet zien, ook een mooie jaren 30 vloer. Ziet er top uit. En hier hebben ze wat leuks hangen, de huidige eigenaren. Allemaal oude prenten van Muidenberg. En hier kan je dus ook zien hoe de Dorpstraat er vroeger uitzag. Kijk, daar heb je hem. Een hele oude auto. En hieronder een aanzichtkaart. Ook met de Dorpstraat, zoals die vroeger was. Ik heb geen jaartal gezien, dat is jammer. En ook hier weer, ja, misschien wordt het een beetje eentonig, maar het glas en lood, wat doorloopt in het glas en lood van de deur. Dan gaan we naar boven. Zo. Boven op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers. En uiteraard de badkamer. Ik ga van achter naar voor. Hier hebben we de overloop. En helemaal achterin, daar is de badkamer. Keurige badkamer met een wastafel. Toilet, zoals je ziet, en een lichtbad douche. Raampje om te kunnen ventileren. Je zou, als je dit zou gaan aanpakken en willen aanpakken, dan zou je hem wat kunnen vergroten. Want je ziet hier dat er nog best een stukje overloop is waar je niet zo gek veel mee doet. Dan zou je uiteraard die radiator een ander plekje moeten geven. Maar dan zou je dat stukje bij je badkamer kunnen betrekken. Om het iets groter te maken. Dan zijn er 3 kamers, zoals ik al zei. Dit is de eerste slaapkamer. Logeerkamer op het moment. Daar staat een twijfelaar. Prima in, voldoende loopruimte eromheen. En ook hier weer de originele deuren gewoon intact gebleven. De tweede kamer, die is op dit moment in gebruik als kleedkamer. Zou je de kasten weghalen, het zijn losse kasten, dan heeft dat echt voldoende ruimte voor om er een slaapkamer van te maken. Maar nu is het gewoon toch wel een ruime kleedkamer. Wat lastig misschien goed te filmen. Hier ook weer allemaal dubbel glas. Dit is de zijkant van het huis. Houten vloeren, je hoort ze een beetje kraken. Hier zie je rechts de schoorsteen, gedeelte van de schoorsteen, flexibele schoorsteen. Mocht je dat nou niet mooi vinden, hè, dat zo in zicht is, dan kan je daar natuurlijk iets omheen laten zetten. Nou en hier de grootste kamer. Aan de voorkant van het huis, daar hangt nu een bord van ons. Dus die zit nu op het raam, maar wel een heel mooi breed raam met ook hier het oude beslag
de oude raamboompjes. En wat ik zelf een heel leuk detail vind, die zien we boven ook op zolder, het stalen ronde raampje. Vind ik zelf heel erg leuk dat dat erin zit. Nou, en hier staat uiteraard dan een tweepersoonsbed. En dan heb je voldoende ruimte omheen. En er is zelfs ook nog een grote kast neergezet. Dus die ruimte, die biedt het. Absoluut. Nou, de wanden en plafond ook hier weer glad. En hier kijk je dus op de straat. Tussen een blokje huizen. Daar zie je de bakkerij. En ondanks dat het dus echt het centrum van het dorp is, is dit gewoon een heel rustig stukje. Dan gaan we naar zolder. De zolder via de vaste trap. Open trap. En die zolder die is in het verleden vergroot. Dat is nu één grote ruimte geworden. Met twee grote werkplekken. Eentje voor en eentje achter. En die is vergroot door middel van een dakkapel van voor helemaal naar achter. Je ziet hier nu de lijn. Hier die schuine lijn, dat was het dakvlak. En je ziet dus wat erbij is gekomen. En dat is echt een hele fijne werkplek. Spotjes in het plafond. Als je even wat wilt drinken, heb je hier zelfs ook nog een wastafeltje. En aan de andere kant is het wat breder, want het gedeelte waar ik nu tegenaan kijk, dat is ook gelijk daarachter berging en daar hangt de cv-ketel. En dit is de tweede werkplek. Met datzelfde raampje wat ik dus net ook al in de andere slaapkamer of in de slaapkamer liet zien. Voorkant van het huis. En hier kijk je superleuk. Oh, even omheen. De straat door. En als deze bomen kaal zijn in de winter, dan kijk je dus op de Brink. Dan kan je gewoon regelrecht de straat uitkijken, de Brink op. En die kijk je over het dak heen van de buurpanden. Uiteraard dubbel glas. Behalve het ronde raampje in een stalen kozijntje. In een staal kozijntje. En die kan je dus afsluiten, zoals je ziet. Nou, hier nog twee dakramen. En het dak is een aantal jaar geleden helemaal aangepakt. De pannen zijn eraf geweest. Hij is uiteraard geïsoleerd. Dus daar heb je de komende jaren totaal geen omkijken naar als het goed is. Kijk, daar zie je het deurtje rechts naar bergruimte en de cv-ketel. Nou, de huidige eigenaren die hebben ook in het verleden gekeken naar de mogelijkheden om ook aan de andere kant, dus aan de rechterkant, een dakkapel te plaatsen. Dat kan, daar hebben zij ook nog een offerte voor. Dus mocht je het huis met ons komen bekijken en je hebt interesse en oren daarnaar, nou dan kunnen we dat eventueel overleggen. Dan heb je daar wat meer inzage in. En dan kan je heel goed hier twee slaapkamers en een badkamertje creëren. Dus dat is de zolder. Ga ik voor de mensen die net ingeschakeld zijn nog één keer naar beneden. Altijd fijn met één hand. Als ik me een onbekende trap heb. Nou, hier dus. Slaapkamer 1, de grootste. Met een kast. Tweepersoonsbed. Mooi formaat. Hier dus ook weer dat ronde raampje wat we net op zolder zagen. Dan gaan we naar de tweede kamer die op dit moment in gebruik is als kleedkamer.
Maatvoering is allemaal terug te vinden op de site. Dus als je benieuwd bent naar platte gronden, dan moet je even naar de site van het huis. Die staat in de tekst erbij geschreven. Ja, dit is een goed formaat kleedkamer. Kan echt als slaapkamer ook gebruikt worden. Als je daar een slaapkamer van zou willen maken of als slaapkamer wil gebruiken. En hier de derde. Met een zijraam. En dan dus de badkamer. Daarnaast. Met de wastafel, tweede toilet en een lichtbad douche. En een raampje, zodat je ook de boel kan ventileren. Nou, dan gaan we weer terug naar de woonkamer. Even de trap af. Zo. Ja, en dat is gewoon echt een lekkere leefruimte hier, hoor. Kijk, mensen die net niet het begin hebben gezien. Heb je hier de voorkant van het huis, in die voorkant. Die is opgesplitst in twee zitgedeeltes. Hier achter het gelige muurtje. Daar is een televisiehoek gecreëerd in de erker aan de voorkant. Heel gezellig hoekje. Allemaal dubbel glas. En heel mooi dat glas en lood wat je hier op de begane grond heel veel tegenkomt. Hier zie je het boven de erker. En als ik naar de deur van het tochtportaaltje ga, dan zie je dat weer terug. Het zijraampje aan deze kant. Nou, dus dat is het televisiehoekje. Dan heb je hier hele mooie zitgedeelte rondom de open haard. En vanwege die vele ramen, hè, je ziet dat er heel veel ramen in die zijgevel zit, ook weer met dat glas en lood. Ontzettend licht. Van voor naar achter meer dan 14 meter. En centraal gesitueerd in, op de begane grond vind je deze keuken. Met veel werkruimte, veel bergruimte. Van alle gemakken voorzien. Goed verlicht door spotjes in het plafond. Kokend waterkraam. Daarachter, de witte deur, heb ik aan het begin laten zien. Een tussenhalletje met het toilet. En toegang tot de kelder. Kelder ongeveer 7 vierkante meter. Ook daarvan is een plattegrondje gemaakt. En echt een heerlijke plek waar je denk ik het meeste zult zitten als je hier woont. En dat is deze ruimte. Lekker dicht bij de keuken. Alles binnen handbereik. En ontzettend licht. En je hebt hier bovenraampjes. Hier rechts openslaande deuren. Direct naar je tuin. In de zomer zou je die altijd open hebben staan. Direct toegang tot je terras. En deze, die zorgt echt voor heel veel licht. Nou, de bijkeuken, heel praktisch. Daar is die. Met ruimte voor de wasmachine, de droger. Mooi blad erover. Kastjes. En een achterdeur. Dus je kunt ook gewoon via de achterkant. Kan je hier naar binnen en de jassen ophangen, schoenen uit. En dan rond ik af weer in de tuin waar ik ook begonnen ben. En ja, ik kan wel zeggen dat dit echt een huis is wat je even gezien moet hebben. Om goed de ruimte ook tot je te nemen. Kijk,
Er staat een auto met de radio aan. Ik denk dat dat wel hoorbaar is. En ja, hier zelfs ook nog een derde toegang van het huis. En hierachter zit dan nog de berging. Dus dat was hem in het kort. Ik hoop dat ik je hiermee wat meer van het huis heb laten zien. Dat je een beter idee hebt dan alleen bij het zien van de foto's. En wat ik aan het begin van deze video al vertelde. Volgende week starten we met de bezichtigingen. En ja, als je benieuwd bent hoe het in het echt aanvoelt. Nou, dan nodig ik je uit. Neem contact met ons kantoor op. En dan maken we graag een afspraak. Onze contactgegevens die vind je ook op de site die ik al eerder heb genoemd. Muidenbergdorpstraat9.nl. En het is Dorpsstraat, dus dubbel S. Ja, voor nu bedankt voor het kijken. Mochten er vragen zijn, neem ook gewoon contact met ons op. En ik wens je alvast een goed weekend.